ik wil de academie heel graag gebruiken om ook te onderzoeken hoe ik als rolmodel kan fungeren voor mensen die dat niet willen of geen stem hebben binnen de politiek. En ik wil dus onderzoeken of een politieke carrière voor mij is weggelegd en de academie is daar een perfecte plek voor om dat op een hele laagdrempelige en veilige manier te doen. Mijn naam is Ilona Kemps, ik ben 33 jaar en ik woon in Amsterdam. Als ik niet aan het voetballen ben, dan ben ik wel aan het lezen. Of ik ben met mijn kleine dochtertje op stap in de stad om haar alle leuke plekken te laten zien. Daarnaast ben ik in het dagelijks leven werkzaam voor de leukste afdeling van de gemeente Amsterdam, de afdeling innovatie. En binnen die afdeling werk ik aan allerlei verschillende projecten in samenwerking met kennisinstellingen, marktpartijen en de overheid. Allemaal rondom het thema circulaire economie. Ja, wat me inspireerde om me aan te melden voor de PvdA Academie is omdat de Academie een hele laagdrempelige manier is om kennis te maken met politiek. En dat in gezamenlijkheid van een hele grote diverse groep. Plus het biedt de kans om echt binnen bepaalde thema's heel veel verschillende aspecten binnen dat thema te gaan onderzoeken. Vanuit heel veel verschillende invalshoeken en ik heb daar onwijs zin in. Wat ik hoop dat de PvdA Academie mij gaat brengen is antwoord op de vraag of een politieke carrière voor mij is weggelegd. Ik wil heel graag ontdekken van hoe je die politieke arena eigenlijk kan bekijken en hoe je een politieke stem kan vormen in gezamenlijkheid, maar daarbij niet je eigen kritische stem verliest. Ik vind het echt een enorm leuke deelnemersgroep. Iedereen is heel enthousiast. En het is heel gaaf om te zien wat voor verschillende thema's we aan het begin van het seizoen met elkaar hebben bedacht. En welke sprekers daar dan uiteindelijk op afkomen. Dus ik ben al met al heel blij dat ik deel mag maken van deze groep. Ik ben heel verrast door de enorme motivatie van alle verschillende sprekers die we hebben gezien. Met name het gesprek met Kim Sparretak over haar werk bij de EU. En wat ik heel erg zag, dat er heel veel raakvlakken zijn waar we zelf als gemeente mee bezig zijn rondom de digitale samenleving. En wat voor invloed ze eigenlijk hebben binnen de Europese Unie. Maar ook, we doen heel veel verschillende activiteiten tijdens de dag. Dus we hebben ook een lager huis debat gedaan. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus zo leer je eigenlijk allemaal hele kleine skills die je misschien van tevoren niet had bedacht om te gaan doen met elkaar. We moeten zelf bedenken wat gaan we doen op die dag. Zelf sprekers, zelf een locatie uitzoeken. En met elkaar het ook nog over eens zijn. Van oké, wie gaan we dan uitnodigen? En wij hadden het thema de energietransitie. En ik had een documentaire van Tweedok gezien over het datasteel. En daar kwam Jeroen Oldhoff in voor. Dus de gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland. En ik dacht, nou super gaaf. Dat is energietransitie en een heel moeilijk dossier. Misschien kunnen we hem wel vragen als spreker. En uiteindelijk is dat gelukt. Dus dat was echt super leuk. En hij was heel enthousiast en heel benaderbaar. En dat was wel, toen dacht ik, oké, dat is heel leuk om zelf iets te organiseren. Hoe ervaar ik de interactie en samenwerking met de andere deelnemers? We zijn een hele gevarieerde groep, wat het ook heel interessant maakt. Dus iedereen heeft een ander karakterprofiel en gaat heel anders om met bepaalde thema's of met vraagstellen. Maar je merkt dat we heel informeel met elkaar omgaan en dat we elkaar eigenlijk ook wel die ruimte gunnen. Waar mensen soms wat meer op de achtergrond zijn, ook wat meer de tijd geven om bijvoorbeeld wel een vraag te kunnen stellen of een mening te geven of mee te doen in het organiseren van een sessie. En het zijn voornamelijk gewoon hele leuke deelnemers. Ja, dus of ik al waardevolle connecties en netwerken heb opgebouwd sinds mijn deelname. Nou, allereerst, je bent natuurlijk onderdeel van de deelnemersgroep. Dat is een hele, wat ik zei, een hele gevarieerde groep. Iedereen komt uit een ander deel van Nederland. Dus dat is eigenlijk al het eerste netwerk waar je natuurlijk onderdeel van wordt. En je nodigt zelf sprekers uit waar je dus vervolgens ook die connectie mee aangaat. Dus van tevoren is het heel duidelijk gemaakt dat we dus verschillende sessies met elkaar gaan organiseren op verschillende thema's en dat we sprekers mogen uitnodigen. Ik zou wel zeggen dat ik had misschien verwacht dat we iets meer zouden doen, maar omdat we wel feedback loops hebben ingepland en het met elkaar over hebben wat we van de sessies vonden, ga ik er ook vanuit dat we dat de volgende paar keren ook verder gaan doorontwikkelen. Maar in principe zijn de ervaringen heel duidelijk ook aan de deelname van het programma met ons gecommuniceerd. Wat me het meest heeft verrast aan deelname van de PvdA Academy is de benaderbaarheid van alle sprekers die wij uitnodigen voor onze sessies en de motivatie. Dus je ziet gewoon dat deze mensen keihard werken met zoveel motivatie en energie. En dat ook echt op een hele leuke manier weten over te brengen. En dat we dus echt het gesprek met elkaar aangaan. Dus dat het niet alleen maar zenden is of iemand die komt vertellen over een bepaald thema. Maar dat er echt een gesprek en een dialoog ontstaat. En dat we daar nog later ook in de app met elkaar over appen. Over hoe goed het
georganiseerd is. Dus het is gewoon een hele fijne en mooie sfeer. En ik had misschien verwacht dat het iets afstandelijker en formeler zou zijn. Dus dat heeft me wel heel erg verrast eigenlijk aan deze gebeurtenis.